Prins Bernhard heeft door een klap te geven met de klap die voor geluidsfilmopname wordt gebruikt, de nieuwe studio's van Joop Geesink in Amsterdam geopend. Alle mogelijke filmgenres kunnen in deze studio's geproduceerd worden. Wim en Joop Geesink, welke laatste door zijn films van papieren en andere poppen grote naam verwierf, bouwden een omvangrijke zaak op. En ze konden nu trots hun nieuwe behuizing tonen, waar werkelijk alles mogelijk is. Geesinks medewerkers hebben een verbazingwekkende routine in het door film tot leven wekken van alle mogelijke figuurtjes die met grote inventiviteit aan markante bewegingen worden geholpen. Het werken met de plastische poppen vereist een zeer groot geduld en ontzettend veel arbeid, omdat bijvoorbeeld voor iedere verandering van de gelaatstrekken weer een nieuwe kop gemaakt moet worden. Nadat de koppen gesneden zijn, moet de hele serie van uitdrukking worden voorzien door het schilderen van monden, wenkbrauwen en wimpers en alles wat een gezicht maar sprekend kan maken. Er zijn ook ateliers om de kleertjes te maken voor de poppen die allemaal goed moeten zitten en die de bewegingen van de poppen niet mogen belemmeren. Ook aan het maken van decors en achtergronden wordt de grootste zorg besteed. Een andere activiteit van Geesink is gericht op de Hollandpromenade, een toeristische attractie die men wil opbouwen aan de Amstel. Ook minister Vrolijk toonde belangstelling voor de maquettes vol beweging die zijn opgesteld in dit nieuwe studiocomplex van Joop Geesink.